Samen is een woord wat hier heel vaak valt in Hospice Klarenhofje. De structuur van het Klarenhofje is zo geregeld dat we twee organisaties hebben. Stichting Zorgstroom, daar zal u niet wat over vertellen. En Stichting het Klarenhofje, daar ben ik dus werkzaam bij. In Stichting het Klarenhofje werken heel veel vrijwilligers, ruim 60. Bestuur van zestallig, wat ook vrijwillig is. En er zijn 3 coördinatoren voor Hospice het Klarenhofje, 2 coördinatoren. Die zijn wel betaald, dat zijn de enigste betaalden. En met elkaar doen we het hier. Met elkaar, de twee stichtingen, werken we hier samen. En dat gaat van hele kleine, onbelangrijke dingen tot beleidszaken. En het woord samen is sowieso belangrijk. Ik denk dat we het hier echt met elkaar doen. Elke schakel is belangrijk. De een is niet belangrijker dan de ander. Samen staan we hier rondom de bewoner en de naaste. De verpleegkundigen die hier in het hospice werken, 12 vaste krachten en 2 oproepkrachten, die zijn in dienst bij Zorgstroom. Het samen, dat maakt het hospice denk ik zo uniek, dat we het met een groepje mensen rondom de bewoner zorgen we voor dat laatste stukje, of proberen we te zorgen voor een mooi laatste stukje voor iemand. Met de vrijwilligers en de verpleegkundigen van Zorgstroom, maar ook de naaste van de bewoner, de huisarts, de geestelijk verzorger, de huishoudelijk medewerker. We hebben elkaar nodig om die goede zorg te leveren. De verpleegkundige zorg wordt gegeven door de verpleegkundigen die in dienst zijn bij Zorgstroom. En de verpleegkundigen kunnen hun werk niet doen zonder ondersteuning van de vrijwilligers. En ondersteuning met de zorg, maar de vrijwilligers zijn er ook om mensen te ontvangen, om de maaltijden te verzorgen. Alles wat er moet gebeuren, dat doen we samen en daar hebben we elkaar voor nodig.